Vandaag praat Software Captains met Klaas Ardinois. Klaas is een Belg die in Londen woont en werkt als CTO van CloudCal. Een uur vol tips en tricks voor CTO. Dag Klaas, Klaas Ardinois. Goedenavond hier bij mij al ondertussen. Wij kennen elkaar al een hele tijd. Ik denk van in een tijd van de barcamps nog in Gent. Dus dat is al meer dan 10 jaar geleden, denk ik. Maar ik moet zeggen, we hebben elkaar nog niet echt in het oog gehouden. Dus ik ben eigenlijk benieuwd van, wat heb jij intussen gedaan sinds in de laatste 10 jaar? Ik ben naar Londen verhuisd, eerst en vooral. Wat Oké. Okay. In april, dag op april zal dat 10 jaar zijn. Dus de barcamps zijn al meer dan 10 jaar geleden in elk geval. Ja, tijd gaat snel. Absoluut. Naar Londen verhuisd in 2012. Om hier voor The Sun, een van de grootste kranten, te komen werken om hen te helpen een digitaal organisatie uit te bouwen. I think. Ja. Op het moment, dus dat was 2011, 2012, was ik bezig met consultancy in België voor een kleine niche boutique, waar dan mijn focus lag vooral op agile aanbrengen in organisaties. Op dat moment was Kanban zo het hippe nieuwe ding. Dus dat was vooral daar rond. Een aantal presentaties gedaan, een beetje speeching en op het soort of circuit geraakt daar. En headhunted door The Sun, ik kreeg telefoon. Hey, we hebben die rol open. Wilde een keer komen babbelen? En het consultingbedrijf waar ik zat was net overgenomen door een ander bedrijf dat meer een bodyshop was. Dus right time, right place. Eurostar op, interviews gedaan. En een paar weken later was het van, hey, kijk, ga een job in Londen als je wilt. Dus op een weekend naar hier gekomen en dan letterlijk een kaart gepakt van Londen met het kantoor is hier. Dienstcirkel is 10 minuten wandelen van het kantoor. Laat ons een appartement vinden. Fantastisch. De huurmarkt is hier ongelooflijk snel, dus altijd komen en gaan. Dus het was letterlijk, je gaat binnen op de zaterdag, gaat hey, toon mij wat je nu beschikbaar hebt. En een week later is alles getekend en kun je binnen. Ja. En dus ja, naar Londen verhuisd, april 2012, of ongeveer een goed jaar en een half voor The Sun gewerkt, om hen om te draaien van een zeer projectgeoriënteerde organisatie naar een moderne engineering, agile-based, kleine teams, clear delivery goals, dat soort organisatie. Daar weggegaan om mijn eigen kind of freelance consulting te gaan doen. Dat voor een jaar en een half gedaan ongeveer. En dan de laatste klant bij mijn eigen bedrijf waren de founders van Azumi, die bij mij kwamen. Maar wij hebben dit idee om iets voor kinderen te doen en we weten niet helemaal goed wat dat technisch zou kunnen zijn, hoe dat loopt, wat de business erachter zou kunnen zijn. Zij zijn bankiers, dus geweldig goed uit fundraising, geweldig goed aan you know, de juiste connecties op de juiste plaatsen. Maar geen technologieachtergrond. Dus de drie samen, die twee en ikzelf, waren een goed team om een bedrijf te beginnen. Waar ik, jullie halen het geld op en ik geef het uit en we zijn beste vrienden. En dat toch ja, bijna 6 jaar gedaan als CTO, van dag 1 tot een bedrijf dat een ander bedrijf overgenomen heeft intussen. Om en bij de 100 mensen, give or take 10 miljoen in revenue intussen. Dus tot op die schaal gebracht en dan sinds kort bij CloudCal gestart, eerst als VP Engineering en dan heel snel naar CTO gegaan daar. En dat is wat ik momenteel aan het doen ben. Oké, okay, mooi. Maar ik heb al zo direct vragen, want bij Azumi zo, een van de uitdagingen die ik dikwijls tegenkom met CTO's is dat ze hun technische uitdagingen niet goed kunnen verwoorden naar de CEO of naar de founders van een team, van een organisatie. Ik kan me voorstellen, als dat bankiers zijn, bij wijze van spreken, is dat ook niet gemakkelijk. Een van mijn troefkaarten is dat ik een MBA in corporate finance heb. Aha. Dus ik heb een officiële finance opleiding. Ik zou eigenlijk een investeerbank binnen kunnen gaan als analist, portfolio manager, M&A specialist. Ik heb die achtergrond, dus ja, dat maakt het een beetje makkelijker om met hem te kunnen samenzitten en zeggen, kijk, ik spreek jullie taal ook. Ja, voilà. Dus jij kunt de vertaling maken in plaats van dan helemaal. Zeker voor hen was dat erg nuttig. Je zit nu dus in Londen. Je hebt een aantal jaren in België gewerkt ook. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, zijn er echt grote verschillen? Buiten dan de huurmarkt?
De huurmarkt is verschillend, de prijzen zijn verschillend. Dat kan ik je zeker al meegeven. Een pintje hier is toch rap 6, 7 pond. Dus wat is dat in euro's? 8 à 10 euro. Ja. Ik krijg wel een half liter in de plaats. Dus maar de kwaliteit kunnen we over discussiëren. Ja, het is zeker niet... als je hier naar een echte... er zijn één of twee Belgische bierbars hier. Maar je betaalt die blauw voor een degelijk bier. Dit is een CTO-probleem, geen bierprobleem. De andere kennen verschillen die je ziet is... ik kom uit de buurt van Gent, ik ben opgegroeid in Bassevelde, wat een typische meer koeien dan mensendorp is. Varkens in ons geval, maar hetzelfde probleem. En het grote verschil voor mij is de snelheid waaraan dat Londen evolueert. Het Londen waar ik in toegekomen ben 10 jaar geleden, bestaat niet meer. Dit is helemaal anders. De stad is hervormd, gedreven. De plaatsen zijn er natuurlijk nog wel, maar de verandering binnen die plaatsen is zo groot, jaar na jaar. Dat eigenlijk heel geografisch van gebouwen en zo bedoel je dan? Of? Niet alleen gebouwen. De gebouwen zijn er nog wel min of meer, maar de demografie, de mensen die daar wonen, de winkels die er zijn. Er zijn wel eigenlijk... In Londen spreekt de meestal over de zones waarin dat de metro rijdt. Zone 1 is het oude centrum waar alle toeristen rondlopen. Zone 2 is de rand waar dat er mensen, echte Londeners, beginnen wonen. 3 en 4 zijn bijna de buitenwijken. En dan eens dat het buiten 4 gaat, zit het bijna buiten Londen. Ja. Ik woon op de rand van zone 2. En eigenlijk gemerkt dat zone 1, uiteraard als je Buckingham Palace en zo in die kant rondloopt, dat is altijd hetzelfde en dat gaat nooit veranderen. Maar als je bijvoorbeeld waar ik woon rond Canary Wharf, het nieuwe bankdistrict. Mm-hmm. Hier, ik woon hier in deze flat sinds 2 jaar nu. En zelfs in die 2 jaar is mijn uitzicht over dat venster is al helemaal veranderd. Mijn nieuwe gebouwen, nieuwe parken, andere mensen. Het is altijd in beweging. I think. Ja. Als ik dat vergelijk met pakweg Gent, waar ik ook een aantal, toch 5, 6 jaar gewoond heb. Gent kabbelt voort en is nog altijd een studentenstad. Londen is helemaal anders intussen. In diezelfde periode is er heel veel veranderd. Dat is voor mij het grote verschil. Ik denk, een ander groot verschil is... Alles wat gebeurt, gebeurt in Londen. Als er van culturele events, van grote dingen, grote manifestaties... Als ik een rockband wil gaan zien, ze spelen wel in Londen. Ik hoef niet naar hen te gaan. Ik moet niet naar de AB of naar Brussel of naar ergens anders. Ze komen sowieso ergens in Londen. En dat is wel leuk. Als je iets wil doen, het is allemaal aan mijn deurstep. Het is allemaal vlakbij. Het is 10 minuutjes, 20 minuutjes weg van waar ik woon. Ah, zo eigenlijk wel de vraag toch. Als je van de ene kant van Londen naar de andere kant moet, dan ook een uur onderweg. Dus, ja, ja wel, met de metro voor mij, het verste dat ik zou moeten gaan naar een soort cultuurding, is ongeveer een half uur, denk ik. Dat is het maximum dat ik zou moeten reizen. Ja. Dus dat maakt het wel aangenaam. Als er iets te doen is, dus ja, we gaan weg. Kom, 20 minuten later en we zijn midden in de actie. Fantastisch. Ja, dat spreekt me wel aan. Ik kom misschien daar ook wel eens een keer kijken. Kom maar af. Altijd welkom. Je krijgt de grote tour. Dat is mooi. En nu op het professioneel vlak. Heb je daar hetzelfde gevoel? Ja, en opnieuw, hetzelfde verhaal van als er iets gebeurt, zal het ook wel in Londen gebeuren. Als je spreekt over pakweg een AWS of een Microsoft Azure, als zij een nieuw product lanceren of er is iets groots te doen, hun hoofdkwartier is in Londen. De AWS hub voor de UK is 10 minuutjes naar daar. Al die dingen, alle events, alle grote marketing dingen zijn hier. En wat je dan krijgt, is het ecosystem daar rond. Focust zich ook op Londen. Dus ja. Heel veel van de bedrijven die dan iets doen bovenop AWS of die werken rond de typische CTO-problemen. Hoe krijg ik mijn AWS-rekening onder controle? Hoe kan ik kostpredictie gaan doen? Hoe maak ik beter gebruik van machine learning? Al dat heeft ook zijn eigen plaats in Londen. Er is hier een deel van Londen rond wat hier Old Street heet. Silicon Roundabout is de onofficiële naam, waar alle start-ups kunnen samenkomen in een soort van Silicon Valley-esque verhaal. En ja, als je een start-up in Londen doet, je zoekt een kantoor in Silicon Roundabout,
En je zit naast alle andere startups, waar er dan ook weer de meetups gebeuren daar. Iedereen komt daar samen. En je krijgt heel snel een ecosystem, zonder dat er veel moeite voor moet doen. Ja. Ja, in Gent hebben ze dat ooit geprobeerd. Dat is ook wel redelijk goed gelukt. Dus echt het ecosysteem. Ik denk dat de barcamps daar een beetje een gevolg van waren, ook in een tijd. Maar En wil dat dan zeggen dat je dan ook al uw mensen ook in Londen wonen? Iedereen waar je mee werkt? Meestal wel. CloudCall is een klein beetje anders. Want ons hoofdkwartier van CloudCall is in Leicester, wat dat ongeveer 2 uur rijden ten noord van Londen is. Dus hebben we mensen die daar rond wonen. En dan kennen we een cohort nieuwere mensen die rond Londen wonen. Met het doel dat we vroeg of laat wel een satellietkantoor in Londen zullen opzetten. Maar als je een start-up in Londen pakt, tot pakweg een jaar geleden, kon het bijna zeker zijn dat iedereen in Londen zou wonen. Dus ook. Uiteraard, de huidige trend van meer remote werk en meer hybrid werk, heeft dat een beetje veranderd. Maar je merkt toch nogal wel dat het gewicht van technologie in de UK zit toch nog altijd in Londen. Je hebt juist gezegd, ja, we hebben bij Azumi heb je ook geld opgehaald. Het waren vooral uw co-founders of de andere mensen die daarmee bezig waren. Heeft dat impact gehad op u ook als CTO? Ja, in een aantal, op een aantal manieren. Uiteraard op de eerste manier, er is plots meer cash available. En meer cash betekent dat je meer kunt uitgeven, meer grotere teams, enzovoort. Dat is het goede probleem. Ja. Het andere probleem, wat probleem? De andere impact die je krijgt is dat eens dat er een aantal externe investeerders zijn die een groter deel van het bedrijf onder controle hebben, krijg je plots een echt werkend board boven je. Je krijgt een directie. Betekent ook dat je iets meer in contact komt met potentiële nieuwe investeerders die meer due diligence gaan doen, die toch wat diepere vragen gaan stellen naarmate het bedrijf vordert. Je moet toch iets professioneler worden. Je kunt niet langer de techie met de hoodie zijn elke dag. Je moet toch ook vroeg of laat een keer een hemd aan doen en ergens een beetje serieus gaan zijn. Ik ben zover nog niet gezien, hè, maar jij dadelijk. Ik heb toch al een hemd aan intussen. Ja, maar... ik ga niet recht staan, geen paniek. maar dat wordt toch nog wel gewaar. Zeker als je in de city. De city hier is het financieel district. Zeker als je naar de city gaat, waar dat er toch de traditionele, de grote banken met hun venture capital arm zit, dan merkt het toch wel dat is toch wel waar het verschil binnenkomt. Als je naar een soort van kleinere investeerder gaat, die gaan er geen probleem mee. Maar eens dat naar de grote banken gaat, wordt het toch wel gewaar van, er is nog altijd die drempel van, oh nee, je bent maar een tech-nerd, je moet hier eigenlijk niet zijn. En terug MBA Finance, het helpt als je die taal ook kunt spreken, maar anders is dat echt wel een grote drempel. Ja, ik kan me voorstellen. Ik heb onlangs een gesprek gehad met een CTO die zegt, ja, ik ga binnenkort een board hebben. Wat moet ik daar in godsnaam gaan vertellen? Hetzelfde dat uw CEO vertelt ervoor. Ja. Dat is het grootste verschil met een board en een exec management team. Voor mij was altijd, ik zie de board eens per maand. Terwijl de CEO spreek ik elke dag, ja, minstens een half uur, if niet meer. Als niet meer. Terwijl je board ziet die 1 keer per maand. En uiteindelijk, de rol van een board is niet meer operationeel. Een board is een governance thing. Het is iets dat u leiding geeft. Het is iets dat u kind of checks en balances onder controle houdt. Maar uw board gaat niet zeggen van, je moet het zo doen. Jij moet binnengaan en zeggen van, ik doe het om die redenen. En daarom is dat een goed idee. En je moet eigenlijk jezelf gaan verdedigen bijna. Ja. Niet in een negatieve, defensieve manier, maar meer een soort van, ik weet wat ik doe en ik kan het uitleggen waarom dat ik het doe. Ja. Verkopen, zoals ze zeggen. Hè? Dus, ja. En een groot deel daarvan is natuurlijk ook de financiële kant kunnen uitleggen van, kijk, wij gaan het geld opgehaald hebben, of onze revenue, of onze profit, whatever wat dat ook mag wezen. Wij gaan het zo en zo uitgeven. En dat gaat ons de beste return geven, of dat is de beste manier om dat te doen. Ja. Ook wel een onderwerp waar veel CTO's mee struggelen, denk ik. Hè. Budgetten opstellen. Ja. Dat is,
niet favoriete bezigheid van die mensen natuurlijk. Nee, en het is ook, als je een soort van de journey van een CTO uitschrijft, in de eerste dagen zijn er eigenlijk geen CTO, als we heel eerlijk zijn. Hè? Je bent een lead developer. Ja. Ja. Een developer, een lead developer. En dan daarna word je misschien een beetje meer van een engineering manager, waar dat je nog altijd heel hands-on bent, maar toch al een beetje leiding geeft en je team aanstuurt en er zal wat people management bij komen. En dan word je wat dat hier typisch een VP engineering heet, waar dat je people, process en technology in die orde mee bezig bent. Maar je kijkt nog altijd intern naar je team en opzij binnen de organisatie. Je kijkt nog niet naar buiten. En dan kom je naar CTO, waar je echt wel naar buiten kijkt. Je kijkt naar de rest van de industrie, je kijkt naar je board, je kijkt naar je CEO, je kijkt naar de rest van het bedrijf, over hoe kan ik met technologie jullie helpen. En die journey maakt je als je bedrijf groter wordt. Oké. Ja, dat is zo'n onderwerp dat ik ook regelmatig tegenkom. Van, ja, je hebt het engineering management stuk, CTO-rol. Ik denk de meeste CTO's waar ik mee werk, denk dan die zitten nog in een fase waar dat eigenlijk heel hard doorheen loopt. Heb je daar zo'n klare definitie voor? Van wat is nu een VP engineering, wat is een CTO? Bij ons, de gaande definitie hier in Londen is meestal CTO en VP engineering doen min of meer hetzelfde, maar de focus is anders. Het gaat altijd over people, process en technology. Die drie dingen komen altijd samen. Ja. En over de strategie daar rond en de evolutie. Maar er zijn twee grote verschillen. Het eerste grote verschil is dat een VP engineering de operationele kant is. Hoe gaan we dat eigenlijk gaan doen in praktijk met het team, met de engineers die we hebben. En de CTO is meer de visionaire kant. We willen naar daar gaan. En de VP zal zijn van, oké, dit is waar we daar naartoe geraken. Dat is één groot verschil. En het tweede groot verschil is bijna een gevolg daarvan, is dat een VP heel vaak naar binnen kijkt, binnen zijn eigen organisatie, en zich bezighoudt met de machine, maar hoe maken we de machine beter? Terwijl er een CTO zich bezighoudt met de machine verkopen aan de rest van het bedrijf. Van, dit is waarom dat we dat doen, hier is waar we mee bezig zijn, hier is hoe dat ik mijn departement score. Om een idee te geven, want ik heb net die transitie gemaakt van VP engineering naar CTO binnen hetzelfde bedrijf. Mm-hmm. En in het begin als VP was ik bezig met strategie over wat gaat onze architectuur zijn binnen een aantal jaar, hoe gaan we daar naartoe, welke teams moeten welke weg gaan volgen om daar te geraken, hoe loopt er allemaal in goede baan, en dan samen met de teamleads die strategie doorvoeren doorheen de sprints, maanden, cyclussen, ja, als we normaal doen. Terwijl als CTO is een groot deel van mijn tijd bezig met de rest van het executive team over, dit is wat we aan het doen zijn. Dit is geweldig. Hier is dat ik mijn departement score met de DORA 4 metrics, als je die van me, de Accelerate metrics, ik zal ze straks wel even doorlopen. Ja. Maar het gaat dan vooral over uitleggen aan andere mensen waar dan ons departement mee bezig is en hoe dat ik weet dat het beter gaat of slechter gaat. Terwijl als VP Engineering zijn we bezig met doen. Als CTO zijn we bezig met, hier is wat ik weet dat het beter gaat. Ik kan het jullie uitleggen, ik kan het jullie tonen. Het helpt jullie problemen oplossen. Maar ik ben relatief weinig bezig met wat er effectief binnen het departement aan de hand is on any given day. Ik weet strategisch wat er aan de hand is, waar we naartoe gaan. En ik krijg updates over hoe dat we daar naartoe aan het gaan zijn. Maar als je mij vraagt, wat is Tony vandaag aan het developen? Ik zou het niet kunnen zijn. Ja. Maar dat wil dan wel zeggen, denk ik dan, dat je wel heel hard moet samenwerken met VP Engineering. Oh, absoluut. Er gaat geen dag bij dat wij niet minstens een uur aan Zoom-calls tegenwoordig. Ja, absoluut. Maar ja, als jij zegt van daar zijn we naartoe aan het gaan en hij zegt en hij moet weten waar, hoe, op welke manier dat hij gaat doen, ja, je moet het wel van elkaar coördineren natuurlijk. Voilà. Het andere verschil is als CTO, uiteraard is er het engineering-stuk, waar het gaat over hoe maken we ons product beter, bla bla bla. Daarnaast staat natuurlijk ook de CIO kant, die laptops voor de mensen, lichten aan in het kantoor, network connectivity, al dat soort infrastructuur, dat nominaal ook onder mij valt. Maar hij op zich, dat is tegenwoordig zo'n managed service, dat we daar weinig meer aan moeten doen. Ja, ik denk dat ook. Hè.
Ik zie af en toe nog wel bedrijven die zeggen, ja, we doen dat zelf allemaal. Maar je ziet, dat wordt meer en meer uitbesteed gewoon. Hè. Dus, ja, om in dit te geven bij ons, wij hebben in mijn structuur, ik heb ongeveer 70 mensen die in het development stuk zitten. En 3 die in het CIO-stuk, infrastructure internal, zitten. Ja. Die zich bezighouden met laptops, first line support, dat soort dingen. Maar die 3 hangen dan vooral af aan third parties die zich dan effectief de delivery doen. Als we zeggen, well, we willen een nieuwe laptop, oké, die vendor doet dat voor ons, zet het allemaal op. Okay, yeah. Dus die 3 zijn vooral bezig. Maar we hebben ook een kantoor in Boston wat er wat overhead aan zit. Dus ja, het is vooral ervoor zorgen van, hey, de VPN werkt niet, kun jij mij een keer helpen inloggen? Dat soort first line besteden wij niet uit. Maar dat is een keuze op zich die we gemaakt hebben. Ja, oké. Okay. Dat snap ik. Oké, mooi. Misschien even terug naar Azumi gaan. Je hebt daar dan een schoon traject afgelegd. Je hebt op een gegeven moment dan toch gezegd, van, ja, ik ben hier weg. Wat was de aanleiding? Of wilde je daar iets over vertellen? De aanleiding was... Er is nooit één reden. Hè. Er zijn altijd wel een aantal dingen die samenkomen. Ik denk, één daarvan was zeker na 6 jaar als CTO. En ik ben geen founder, ik ben een employee nummer 1. Okay, yeah. Dus als een not-founder, employee nummer 1, na 6 jaar op dat traject, en de rollercoaster dat dan een start-up toch wel is, had ik toch even nood van, ik ga mij gewoon een paar maanden... Ik heb effectief 6 maanden niet gewerkt na Azumi. Gewoon, ik ben 6 maanden uit de rotatie. Ik ga een beetje videogames spelen, een beetje golfen, een beetje niks doen. En dan hier en daar wat consultancy, maar eigenlijk niks al te ernstig. Gewoon break. Dat was een van de redenen. Want ik heb nood aan een break. Ik ga break voor 6 maanden en dan doen we wel. Een ander deel ervan is na 6 jaar dezelfde software bouwen, heb je ook wel zoiets van, het is tijd voor iets anders. Ik wil iets nieuws, shiny new toys. En ook een nieuw project met een nieuwe soort uitdaging. Ik wou niet terug naar een andere start-up en terug dat traject doorgaan van een team van 10, een team van 20. Hoe bouwen we dat uit? Waar komt de revenue van? Ik wou een ander soort challenge. En dat bracht mij bij CloudCall, waar ze zeiden van, kijk, wij zijn al voorbij die fase. Wij zitten nu in een fase waar we heel veel legacy hebben en we willen een moderne software worden. Hoe gaan we die transformatie gaan doen? En dat was de nieuwe challenge. Zo van, oh, het is helemaal anders, het is helemaal nieuws, maar toch dezelfde principes. Dat is interessant. Oké, makes sense. Hè. Dat is goed. Je hebt juist niet aan, nu zit in een groot bedrijf van meer dan 100 man. Wat is het, 100? Ik geloof 180, give or take. Ongeveer een helft van bedrijven werkt voor mij en de andere helft is sales, customer delivery, ja. Marketing. Ja. Ik heb het ook al gezegd, je weet niet waar Tony mee bezig is, maar je moet wel een beetje weten waar de mensen mee bezig zijn, neem ik aan. Toch niet, ja. vooral door heel veel context te zetten voor mensen. Ik denk... ik ben ooit lang geleden in mijn leven nog developer geweest. En er was op dat moment toch een soort van development by Jira ticket principe, waar je komt 's morgens toe, er ligt een ticketje voor je klaar, jij doet wat op het ticketje staat, rinse, repeat. En ik vond het altijd vreselijk, want ik wil altijd weten van, waarom doen we dat? Wat is het nut hiervan? Ik ben die beun developer die dan gaat van, hey, waarom doen we dat? Zullen we dat niet anders moeten doen? En gelukkig blijkt dat er veel beu developers bestaan die dat willen weten. En ik denk, dat is een van de dingen die bij mij altijd bijblijft. Van, hoe kan ik de context creëren voor mensen en een omgeving creëren voor mensen om dat te gaan doen, om dat mee te hebben, zodat ze zelf die beslissing kunnen nemen van wat is de beste oplossing hier. In plaats van, verandert die knop van geel naar rood, is dat het probleem, los het op. En dus... Heel veel wat ik doe, houd ik bezig met opnieuw verkoop. We hebben een strategie, we gaan naar daar. Hier is met de VP Engineering hoe dat we daar naartoe gaan. Dit zijn de projecten die momenteel lopen, die ons op die weg helpen. Dit zijn de projecten die lopen, die ons een business vooruitbrengen. Want je kunt niet alleen maar strategie doen. Je moet ook natuurlijk nog altijd maken dat het bedrijf voortgaat. En op die manier creëer ik heel veel context. En dan het omgekeerde is... Via heel veel praten met VP Engineering en vaak ook de tech leads die aan hem rapporteren,
er gaat geen week voor. Ik heb elke 14 dagen een uur met alle techleads, waar dat we gewoon rondgaan van, wat is er aan de hand, wat zijn jullie problemen, hoe loopt dat allemaal? Het is een groep van 8, waar dat we een uur lang samen zitten, omdat er heel veel dependency is tussen de teams, waar dat we zeggen, hoe laten we dat samen op? Een van onze key pillars in onze strategie is, we willen meer transparantie creëren rond betere logging, betere alerting, betere monitoring, betere insights in wat er aan de hand is in ons systeem. Dus heel vaak komen we terug naar die 5 pilaren in onze strategie en gaan we van, we zijn nu bezig rond transparency, wat zijn jullie en jullie team aan het doen om dat te helpen? Wat houdt er jullie tegen om daar te gaan? Zijn er dingen die je kunt leren van andere teams? Om ervoor te zorgen dat die communicatie vooral heel veel gaat, niet alleen up-down, maar ook tussen de mensen. En die ruimte creëren. En uiteraard, er is altijd stand-ups, waar ik de gewoonte heb om random een stand-up te pakken. Bijna elke dag drop ik wel ergens een developer stand-up in. Niet om een schrik aan te jagen van, de CTO luistert. En ze weten dat, het is altijd met, ik ben op mute, mijn camera staat uit, ik ben hier niet, hoef niks anders te doen. Maar gewoon om temperature check. Wat is er aan de hand? Zit je ergens vast? En ook beschikbaarheid. Ik denk, als je allemaal samen op kantoor zit, is het makkelijk om te zijn van, een keer naast iemand gaan zitten, hoe is het, wat zij aan het doen? In een virtuele wereld is dat iets moeilijker. Dus ik maak er een punt van om toch, ja, ik zeg, er gaat geen dag voorbij dat ik niet ergens een stand-up crash om gewoon te luisteren. Ja, mooi. Ik vind het verhaal van die context wel heel mooi, want dat is inderdaad iets waar ik ook wel heel veel mee bezig ben, waar ik heel veel mensen probeer te laten zien, net omdat ik weet dat developers, die moeten elke dag heel veel beslissingen nemen, en hoe meer dat je ze kunt uitleggen van waarom dat ze iets moeten doen, hoe meer dat ze zelf die beslissing kunnen nemen. Inderdaad, en wij doen dat eigenlijk op 3 manieren. Ja. Eén manier is van mijzelf die top-level strategy. Wij willen een cloud-first, digital-native, information decision-driven. Alle buzzwords die je kunt denken die dan een CTO zou moeten zijn voorlopig. Maar een beetje context daar rond. En dat is kind of niveau 1. Niveau 2 is waar dat de VP Engineering dan die strategie neemt en echt gaat zijn van, dat betekent voor jullie, jullie moeten focussen op delivery pipelines voor de volgende quarter. Jullie focussen op alerting, monitoring enzovoort. En dat geeft de teams een heel klare structuur om te zeggen, dat is waar we op gefocust zijn. En dan de laatste laag daarin is, elk team heeft een tech lead en een product manager voor ons. En product managers zijn altijd gefocust, zoals ze moeten zijn, op customer value. Wat is de value van onze eindklant hier? Wat in ons geval vooral recruiters zijn. Wat is de meerwaarde hier van een recruiter? Wat gaat die feature opbrengen voor hen? Hoe maakt het hun leven beter? Welk probleem lost het op? En dat is de kind of niet-technologie die we binnenbrengen in die structuur. Over, het is allemaal goed en wel dat we al die dingen willen doen, maar het moet gedreven zijn door iets dat meerwaarde brengt voor onze klant. Ja. En op die manier creëren we een soort van balans tussen de dingen doen die het bedrijf beter maakt, die ons product beter maakt, maar ook de dingen die ons technologie beter maakt. Ja. Een opmerking die ik daar ooit eens over gehoord heb, is CTO die zei van, ik probeer wel, ik denk dat hij om de week of om de 2 weken eens een keer smiddag zou zeggen van, ik breng iedereen samen en samen eten een broodje en dan ga ik vertellen wat er de toekomst brengt of waar we mee bezig zijn met allemaal. En zei, ik heb wel gemerkt dat een helft van de developers daar eigenlijk niet geïnteresseerd is. Ja, nee. het is, en ik begrijp perfect waar dat van komt met dat punt. Want ik merk dat ook. Wij hebben een quarterly review. Dus elk kwartaal, begin van een kwartaal, hebben we 2 dagen met ons volledig team. Dus alle 70, 80 engineers en product managers en tech leads en alles wat daar rond hangt. Waar dat we standaard kick-off is CTO, kwartierken. Dit is ons grote roadmap. We zijn van A naar B aan het gaan en we zitten nu ongeveer hier. Ja. Gevolgd door VP Engineering, VP Product, CPO tegenwoordig, Chief Product Officer. Productwijs zijn we daar, onze OKR's, KPI's, dat verhaal. VP Infrastructure, we zijn een journey aan het maken, we zijn een weg aan het bouwen van data center naar cloud, we zitten op daar, en dat is ons grote verhaal. En eigenlijk, binnen dat uur,
leggen we het hele grote verhaal bloot van we zijn naar daar aan het gaan, we zitten hier, dat hebben we gedaan, daar zijn de volgende stukken. En daarna beginnen we eigenlijk met de teams zelf. Oké, jullie kwartaal, wat waren jullie highlights? En zo gaan we eigenlijk alle 8 teams door op een dag. Dus een deel daarvan is context zetten, een deel daarvan is just celebrate your victories. Ja. Toon wat je gedaan hebt, zij content. En ik weet, een aantal developers geven ons regelmatig feedback van al dat strategie, ik wil gewoon weten wat ik ga doen morgen. En onze feedback is altijd, wat als je niet wist wat de strategie was? Wat als je niet wist wat we wouden bereiken? Wat als je niet wist dat ons doel was dat we eigenlijk een AWS-shop willen worden in plaats van een datacenter-shop? Hoe kun je problemen oplossen binnen die context, of buiten die context? En dan vroeg of laat zie je zo wel ergens het licht aangaan van, ah ja, misschien is er toch wel wat waarde in weten hoe dat allemaal in elkaar zit. Dat betekent niet dat ze elke dag moet vastleggen aan, oh, you know, hier is de grote strategie en alle grote plannen. Maar hetgeen dat wij proberen, is wij proberen altijd een strategie, waar altijd heel veel detail in zit uiteindelijk, proberen wij toch samen te vatten in 4-5 key statements die de mensen in hun achterhoofd kunnen houden. Vandaar, als ik spreek over onze 5 pilaren, ik durf bijna, maar niet alles, maar toch veel op wedden, dat je gelijk welke engineer in mijn team kunt vragen, wat zijn de 5 pillars? En ze zullen alle 5 weten wat het is. En een ruw idee hebben van wat ze betekenen in praktische termen. Misschien maar, is dat wel het beste tip is van het strategische niveau uitleggen is één ding, maar dan ook de lijn laten zien naar oké, waar zijn ze dan elke dag mee bezig, en dan wordt het wel interessant. Voilà, terug naar onze 5 pillars. Een van onze 5 pillars is cloud first. Wij willen een cloud first bedrijf worden, en niet alleen cloud first als in we gaan wat we in een datacenter deden nu gewoon op een EC2 machine draaien. Maar we willen de managed version daarvan. Dus we gaan niet onze eigen RDS instance doen. Nee, we doen Amazon Aurora. We gaan niet onze eigen message bus gaan hosten. We gebruiken SQS of Event Queue. En dat principe op zich is cloud first, managed cloud services. Dat is alles dat ze nodig hebben om die context te begrijpen. En dan, er is uiteraard een lang document dat uitlegt welke dingen we doen en wat we graag zien en wat we niet graag zien. Maar als een topline, zolang dat ze niet vergeten cloud first, managed cloud, kunnen ze de beslissing nemen die ze nodig hebben. Ja. Maar je zet dat ook effectief op papier. Dat is ook wel een oefening, denk ik. Ja. Er is een geschreven strategie op onze Confluence van waar zijn we vandaag? Ja. Hoe zijn we tot dat punt gekomen? Waar gaan we naartoe? Wat is de beste manier om daar naartoe te gaan? Is dat belangrijk bij jullie? Of is dat ik merk in België, hè? Wordt er nog heel veel mondeling gedaan, hè? Dus wordt heel veel dingen mondeling afgesproken. Of heeft dat meer met de grootte van het bedrijf te maken? Ik weet het niet. Ik denk, als je mij bij Azumi bijvoorbeeld, waar dat mijn team rond de 10-15 was, ja. Heel weinig geschreven, vooral mondeling. Ja, okay. Want met 10 man is het makkelijk om bij te sturen. Ja. Eens dat je een groep van 70 hebt die gespreid zit over een aantal steden in Engeland en een aantal steden in Polen, wordt het behoorlijk moeilijk om mondeling iedereen op de hoogte te houden. Ja. Okay. En dan krijg je toch, we moeten een geschreven versie hebben die je uiteraard veel moet bijhouden en veel moet oververtellen en veel gaan verkopen aan de mensen. Maar vroeg of laat moet je toch een document hebben. Dat zijn deze 5 dingen moeten toch onthouden. Ja. Hoe ga je bedenken? Je hebt uitgelegd hoe je van je management of leadership team eigenlijk de kennis of de strategie verspreidt in de organisatie. Is er ook een informatiestroom aan de andere kant? Kunnen mensen van, kunnen developers of mensen van ergens anders nieuwe ideeën aangeven? Ik kan hier het stereotype geven, want ik heb een open deur en bla bla bla. En ik zit tussen de mensen en mijn desk is altijd beschikbaar. Maar de realiteit is dat mijn leven zich afspeelt in Zoom-meetings. Dus, ja. We hebben een aantal mechanismes om die informatie naar boven te brengen. Eén daarvan is mijn 2-wekelijkse meeting met alle tech leads, waar een van de vragen altijd is van, vergeef mij eventjes mijn taal, maar welke coole shit zit hier aan het bouwen? Ja. Wat is er aan de hand in uw team dat interessant is, dat nieuw is, of wat heb je onlangs gelezen dat je graag mee bezig bent? En zeker in mijn one-on-ones met mijn leadership, en dan
ik push dat dan op hen om dat door te tekenen naar de volgende lijn, is altijd, wat zijn wij aan het doen dat we niet moeten doen, maar dat toch interessant is? Ja. Want meestal zijn engineers wel met iets aan het spelen, vroeg of laat, het zij thuis, het zij toevallig binnen de uren dat ze het misschien niet helemaal bezig waren. Maar ik geef dat niet om, voor mij is dat goed. Dus van, je bent een engineer, shiny new toys zijn goed, je moet alleen weten wanneer dat ze gebruikt. En ik spoor mijn mensen ook aan om, doe maar, leer iets, ga op LinkedIn Learning of op ons QA-platform, ons trainingplatform, zoek de courses uit, zolang dat tussen ik en die engineer of mijn teamleads, dat wij ergens een lijn kunnen trekken, dat nuttig kan zijn voor ons bedrijf, dan ben ik gerust dat ik naar HR kan gaan en zeggen van, die training hebben we absoluut nodig. En dat is mijn lijn. Ik heb geen strikt leerplan voor mensen of een pad van, je moet die dingen doen om naar het volgende level te gaan. Voor mij is het leren een soort van creativiteit van, jij gaat iets interessants gaan leren en het gaat je amuseren en dan vroeg of laat vinden we wel een reden waarom het dan een goed idee was. En op die manier krijg je een heel een soort van innovatieve cultuur, waar mensen zich vrij voelen om, oh ja, dat is cool, we gaan dat gaan doen, dat gaat interessant zijn. Om een idee te geven, een van de dingen die er onlangs uitkwam was, een van mijn senior engineers was zich bezig aan het houden met, ik denk dat Rust of Erlang, ik kan me niet meer herinneren, ik denk dat Rust was, als een programmeertaal. En hij had iets gebouwd waarbij dat hij een database schema kon inladen en dan testdata genereren gebaseerd op de structuur van de tabellen. Cool. En dus, ja, dat was van, ah, dat is interessant. We gaan dat wel ergens kunnen gebruiken. Kom, zet u in een kop met mij en nog wat andere senior tech leads. We gaan een manier vinden dat dat nuttig is. Want dat is een interessant probleem en het is plezant om op te lossen. En op die manier creëert een cultuur waar mensen zeggen van, hey, ik ben dat aan het doen, is dat nuttig? Dus van, we gaan dat nuttig maken. Testdata, ik denk dat iedereen dat wil om te springen. Vooral als het over grote volumes gaat, dat je grote volumes testdata nodig hebt. Voilà. En op die manier, het is een soort van, ik heb geen zin om aan te sturen van, we gaan innoveren. Dus van, nee, je kunt niet neerzitten en innoveren. Dat is niet hoe dat werkt. We gaan niet, we gaan een uur gaan innoveren over de middag. Zo lukt dat niet. Je moet mensen zijn van, jij gaat gaan spelen met iets, en vroeg of laat komt er wel iets terug. En het is die vrijheid die ik probeer zoveel mogelijk te geven. Uiteraard, binnen de perken, en je kunt niet twee weken innoveren, maar ja, doe maar stuff, doe maar iets, laat je gaan. Zoek iets dat interessant is, los het op, en dan laat mij weten dat ging. En liefst doe je het zonder mijn budget op te blazen op AWS. Dat moet ook moet je daar elke dag in kijken, of is dat op de maand ook goed? Binnen Zoomie hadden we een goed systeem. Bij CloudCall zijn we nog niet zo matuur op dat gebied. Maar eigenlijk hadden wij, binnen Zoomie hadden wij twee dingen die we deden. Eén is onze maandelijkse rekening, die zoals de meeste bedrijven, je kijkt tegenover de vorige 6 maanden, waar zijn we, up, down, flat. En we hadden voor een aantal van onze grote kosten hadden we tolerantie van, als het meer dan zoveel procent erboven gaat, dan krijgen we een alert, dan kijken we toch een keer naar. Maar vroeg of laat, binnen de perken, was dat allemaal wel oké. Het tweede deel dat we deden, wat heel interessant was als we een groot nieuw deel aan onze architectuur toevoegen, dan was een van de oefeningen waar we doorgingen, was, hoeveel gaat ons dat kosten? Wat kost ons dat om dat te draaien op EC2, op ECS, andere opties? En hoe schaalt dat met onze users? Dus een van de dingen die wij gebruikten als een ongelooflijk ruwe metric binnen de Zoomie was, wij weten dat ons AWS-bill verdubbelt per 14 keer meer users. Oké. Door te weten hoe dat we schalen, waar dan de schaal zit, hoe dat gebruik op onze API eruit ziet enzovoort. Zodat wij eigenlijk een model zegt van, oké, fijn, jij wilt, wij gaan 100.000 nieuwe users recruteren, fijn, dat betekent ons AWS-bill zou ongeveer daar moeten zijn. En dan krijg je een soort van idee van, en het is nooit perfect, het is geen exacte wetenschap, maar je weet wel van, min of meer, dat zit in lijn, zit er ver over, zit er ver onder. En ik denk, dat is hetgeen waar de meeste engineers moeite mee hebben. Finance is geen exacte wetenschap. Je moet niet juist zijn. Het gaat over, je moet accuraat zijn, maar niet precies.
Ik heb een grote range, maar binnen die range ben ik vrij zeker. In de plaats van, ik heb het juist op twee cijfers naar de komma. Oké, ja. Interessant. Ja. Terug naar het finance stuk, want daar komt het heel vaak op neer. Het gaat over, als je fundraising doet, als je budgettering doet, een van de vragen is dat van hoeveel gaat AWS kosten? En de meeste mensen gaan zoveel als dat de bill terugkomt. Hè. We zien wel als het terugkomt, zoveel heeft het gekost. Maar als je kunt gaan van, oh wel, als ons projectie is dat we zoveel meer users binnendraaien, oké, dan zou ons bill ongeveer zoveel omhoog moeten gaan. En dat krijg je een heel sterk argument van, oké, is dat precies? Nee, maar hij weet ook niet precies hoeveel users dat gaat binnenkrijgen. Dus we zijn ongeveer evenveel mis, maar we hebben wel een idee van de orde waarmee dat gaat schalen. Ja, dat is dan even de ervaring die ik dan heb met financiële plannen of met dat soort dingen. Inderdaad, het is belangrijker om te zien wat de verbanden is tussen de cijfers dan de cijfers zelfs bijna. Voilà. Ik coach een aantal first-time CTO's. En dat is een van de gesprekken die we heel vaak hebben. Is van, je moet uit je engineering mindset gaan. Het gaat niet meer over het juist zijn, maar het gaat over de juiste ideeën hebben, de juiste verbanden zien. Het gaat niet over, is het nu $100 of $101? Dat maakt niet uit. Maar het is geen dus dollar. Ja. Ja, voilà. Oké. Ja, misschien nog iets interessants. Dit heeft misschien een beetje te maken met het hele AWS-verhaal. Een afweging dat veel CTO's ook moeten maken is, of VP Engineering dan misschien meer, goed, is wanneer koopt iets en wanneer gaat het zelf bouwen? Is daar een rechte lijn in? Een scherpe lijn? Lijntje. bij ons gaat het vooral over... Je kunt dat op twee manieren bekijken. Je kunt bekijken op een puur kostverhaal. Wat is de kost om het te bouwen tegenover wat is de kost om dat te kopen en dan maintenance enzovoort enzovoort. Mm-hmm. En dan krijg je geweldig moeilijke verhalen rond total cost of ownership en bla bla bla. En voordat het weet, zijn de 5 spreadsheets verder en je weet het nog niet. Bij ons is de vraag meestal, voordat we zelfs aan kosten beginnen, is de vraag, is het een component die al bestaat en die ons 80% van de oplossing gaat opleveren? Of is dat een component die wij strategisch zelf willen ontwikkelen? Ja. Is dat IP, is dat meerwaarde voor ons bedrijf? Vandaar ons verhaal van Managed AWS Services, dat is de lijn bij ons. Van, ik heb geen zin om zelf databases te gaan hosten op EC2, of vergeet het, Amazon Aurora, DynamoDB, alles wat je nodig hebt, managed bij AWS. Hetzelfde met logging, als je naar een klassieke Elk Stack, Elastic, Logstash, Kibana, als je daar naartoe gaat, begint dan niet zelf te hosten. Er zijn genoeg providers die dat doen voor u. Dat is hun probleem. En op die manier drijven kijk die engineering teams, want dan zeggen we, kijk, jullie meerwaarde komt van dingen oplossen die onze klant zijn probleem oplost. Er is weinig meerwaarde in ook nog een keer een slechte versie van onze eigen logging te gaan doen. Of heel veel tijd spenderen om een goede versie van onze logging op te bouwen. Laat ons dat gewoon kopen. Ja. En op die manier doen we heel veel, zelfs niet tot het punt van wat brengt het financieel op, maar gewoon is dat ergens waar wij onze tijd willen gaan spenderen, to court. Ja, makes sense. Ik denk dat het belangrijk is om te weten van waar maakt het verschil, hè? Wat is uw IP en wat is uw strategisch voordeel dat je eruit haalt? Hè? Het is dat. En ik heb hetzelfde verhaal met proces en agile methodologieën. Dus van, geen enkel van onze klanten gaat ons een beter product vinden of gaat ons meerwaarde vinden omdat wij geweldig goed zijn in Scrum of Kanban. Ja. Het maakt dat niet uit. Hè? De meerwaarde komt van kwalitatieve software, frequent updates. De meerwaarde komt niet van, wij zijn heel goed in stand-ups in de smorgens. Dus goed voor u, maar... Ja, dat is waar. Ik herinner mij van een hele tijd geleden, hè, dan waren er heel veel developmentbedrijven, en die verkochten zich dan als, wij zijn de Java-specialisten. Maar die deden dat wel als projecten.
Dat was ook zo van, ja, whatever. Hè. Als klant, ik wil in een CRM die marcheert. Mij maakt niet uit wat dat Java of PHP is. Hè. Dus, als rooksignaal de beste optie zijn, gebruik rooksignaal. Oké, mooi. Goed. Een ander vraag dat bij elke CTO tegenwoordig terugkomt. Hoe vinden de juiste mensen? Waar vind jij de juiste mensen? Overal. Zeker tegenwoordig. Bij ons ook opnieuw. En ik volg de markt in België niet zo meer. Dus ik weet niet wat er daar speelt. Maar ik weet, zoals ik al zei, Londen is het epicentrum van technologie in Engeland. Dus de meeste developers zitten ook hier. De grote bedrijven trekken dan ook aan naar hier. Er is heel veel talent die zowel binnenkomt van grote bedrijven als dan weer buiten gaat uit de grote bedrijven. Dus op die manier is Londen een beetje een hub voor talent. En de vraag is dan natuurlijk als bedrijf, hoe kun je dan competitie aangaan met Facebook die hier niet af zit, Google die hier een beetje in de buurt zit, heel veel AWS die hier zit, een aantal grote banken die technisch minder interessant zijn, maar veel geld hebben, die salarissen geven waar wij nooit mee kunnen in competitie gaan. En dan de vraag wordt, hoe kun je eigenlijk toch een beetje profileren? Dus een van de strategieën die wij hebben is om ons bedrijf bekend te maken en marketing te doen, maar dan pure technologie-marketing. Want kijk, dit zijn de coole problemen die wij oplossen. Als ik het bijvoorbeeld terugbreng op Zoom, een van de dingen die wij deden was, 6, 7 jaar geleden deden wij video-streaming. Er waren nog niet veel andere spelers en Netflix was nog altijd het grote model van hoe doe je video-streaming aan een grote schaal. Dus heel veel van ons problemen die we oplossen in die begindagen, waren rond, hoe kunnen uw eigen video streaming draaien? Hoe doe je dat? Hoe wordt een kleine versie van Netflix op een klein budget? Ja. En dus spraken wij op events en wij waren bezig in de AWS community rond video streaming. En op die manier trekte wel talent aan van, hey, jullie doen interessante dingen, jullie hebben interessante problemen. Maar dat is zo de long way voor hiring. Dat is niet echt direct materiaal, het is gewoon, get die reputatie en vroeg of laat krijg je dan wel mensen die zich aangetrokken voelen van, hey, jullie problemen zijn interessant, ik zou wel voor jullie willen werken. Eén manier, long way, hard way, maar wel de meer waardevolle manier op lange termijn. Er is ook altijd het principe van, goede engineers kennen andere goede engineers. Dus je geeft aan incentives, cash bonuses, Amazon vouchers, whatever dat je bedrijf aan kan, om engineers binnen te brengen. En dan, als zij een van hun maten binnenbrengen, die blijft lang genoeg, cash bonus voor die originele introductie. Incentives, interessant, maar niet altijd. Maar iets sneller in termen van reactie. Het grote probleem daarmee, in mijn opinie, is als je dat te veel doet, dan krijg je een groep die te homogeen is. En je wilt ook genoeg diversiteit, niet alleen culturele diversiteit en alles wat daar rond hangt, maar ook gewoon mensen van diverse mensen, andere achtergronden, andere ideeën, andere ervaring. Je wilt niet 10 mensen van een bank die ineens een videoplatform gaan draaien, je wilt een beetje verschillende mensen. Dus je moet daar toch die balans gaan vinden tussen, wil ik allemaal kloontjes van elkaar, of wil ik toch wat verandering in dat team? En de laatste is, zeker in Engeland, in Londen, is er een ongelooflijke overdaad aan recruiters. Iedereen met een telefoon kan een recruiter worden hier, en dat doen ze dan ook wel. Ik krijg er ook regelmatig telefoon van, inderdaad, vanuit Londen dan. Ja, ja. Het is hier niet normaal. De hoeveelheid recruiters, en er gaat geen 2 weken voorbij dat ik geen telefoon krijg van, wij zijn een nieuwe recruiter, we zijn net opgestart in Londen, we zagen uw naam op LinkedIn, kunnen we een keer babbelen over uw recruiting need? Dus van, nee, niet geïnteresseerd. Er zijn er genoeg van jullie. En ze zijn allemaal, we doen dat helemaal anders en we hebben een unieke aanpak. Dus van, nee, er is een vijver waar dat invest, net als al de 1000 andere recruiters. En het wordt heel vaak gewoon een relatieverhaal van mensen die ik ondertussen 10 jaar ken, die mijn stijl kennen, die weten, als ik zeg van ik wil een Java developer, die weten wat ik bedoel met een senior. En dat merkte wel van de meeste mensen die op sort of mijn niveau VP, CTO komen, die hebben hun eigen recruiters.
en die zijn niet beter of slechter dan andere recruiters. Het gaat hem puur om de relationship die je hebt met die mensen. Ja. Maar daar werk je dan ook wel effectief mee, met dan werk dus dit dan. Ja. Absoluut. Er zijn er pakweg 5, 6 hier in Engeland waar ik... Ja, op het moment dat ik een rol open heb, dat ik weet van, dit is niet iets wat we zelf kunnen invullen met ons netwerk. Naar hen, hey, dit soort rol, jullie weten wat ik wil, ga maar. Oké. Ja, dat is hier, ik denk dat dat in België ook nog wel wat een uitdaging is. Er zijn ook recruiters genoeg, denk ik. Maar zo de juiste te pakken hebben zo. Degene waarvan je kunt op aangaan, als ik daar iets aan vraag, dan ga ik ook wel een fatsoenlijk resultaat krijgen. Dat is wel zoeken, denk ik, voor veel mensen. En zeker voor mezelf, dat is toch... Het blijft trial and error, maar na 10 jaar heb ik er toch een aantal waarvan ik weet van, kijk, gemiddeld genomen zijn jullie toch iets beter in mij begrijpen dan andere mensen. Dus een tip voor recruiters, werk ook aan de reputatie. Ja, absoluut. En je merkt dat hier ook wel. Ik ben deel van een grote CTO-community hier in Londen. Ja. En je merkt ook wel, een van de topics die altijd terugkomt is, wat zijn de goede recruiters? Ik ben verhuisd van, ik ben historisch van een Java-huis, ik zit nu in een .NET-huis. Ik weet niet wie dat de .NET-recruiters in Londen zijn. Ik weet niet wat de Java-recruiters zijn, ik weet niet wie dat de .NET... So, ik ga in mijn community, ik heb nood aan goede .NET-recruiters. Geef mij wat advies. En dan zie je wel dat er een aantal namen zijn die toch altijd, een aantal organisaties die toch altijd terugkomen. Als kijk, consistent, jullie leveren goede kandidaten. En het zijn niet de grote, het zijn niet de Harvey Nashes van deze wereld. Het zijn meestal kleinere 10 tot 20 recruiters soort bedrijven. Maar typisch mensen die al lang in het vak zitten. Mensen die hier al 20 jaar in de markt lopen, die iedereen kent in Londen. En die gewoon, die er altijd bovenuit komen. Zeg, nu je dat zegt, CTO community daar, hoe zit dat aan elkaar? Want dat is iets dat ik hier in België eigenlijk niet zie. Er zijn een aantal dingen in Londen. Het is nu iets minder, maar er zijn altijd heel veel meetups in Londen. Oh, any given day, er zijn waarschijnlijk wel 10, 20 technologie meetups aan de gang. Ja, hier ook. Maar dat gaat dan over de developers, PHP en weet ik veel wat allemaal, die hebben er genoeg. Maar voor de CTO echt. En hier zijn er een aantal die exclusief met engineering leadership, VP engineering, CTO, engineering managers, die zich daarmee bezighouden. En er zijn ook, en heel vaak worden die ook gedreven door de recruiters. Oké, die steken dan geen. Ja, er zijn een aantal recruiters hier die regelmatig CTO dinners, well, nu niet meer, maar die CTO dinners, waar ze zijn van kijk, wij gaan uit ons netwerk van alle CTO's die wij kennen, gaan wij 10 CTO's samenbrengen voor een diner rond een bepaald topic. En zij maken er dan, zij zorgen ervoor dat de CTO's die daar zijn, min of meer gelijkaardige problemen hebben. Ze gaan geen CTO van pakweg Barclays met een CTO van een start-up van een jaar uitzetten. Ze gaan zorgen van, oké, dit zijn mensen met bedrijven van, pakt een 150 man in mijn geval, een engineering department van ongeveer 70, gespreid over 2 landen. Ja. We hebben 10 van die mensen samen en we gaan spreken over hoe groei je dat, hoe zet de cultuur, bla bla bla. En zo creëer je wel snel een netwerk van mensen die je kent, maar ook mensen die eenzelfde probleem hebben. Ja, en hun businessmodel is dan, jij kent dan de recruiters en je gaat dan ook wel eens bij hen langskomen als je volk nodig hebt. Hun hoop is altijd dat het dan de volgende rol bij hen plaatst. Maar voor hen is dat gewoon puur relationship building. Kijk, wij doen dit, wij maken die introductie. Ja. Oké. Okay. Ja, ik vind het interessant. Ik ben daar zelf ook mee bezig met proberen wat CTO community op te bouwen hier. Maar mijn businessmodel is een beetje eenvoudiger. Het is gewoon betalen. Dus ja. Maar meer drempel geeft, denk ik. Hun businessmodel is, voor hen is dat gewoon puur client entertainment. Ja, ik snap het, maar goed, ik heb daar niks anders aan. Goed, oké. Okay. Ik denk, de meerwaarde van wat jij brengt, gaat hem over, het geen andere agenda dan de CTO's beter maken. Terwijl bij hen is er absoluut een andere agenda, waar er altijd de onderliggende vraag is van, je bent nu al naar 3 van ons diners gekomen, wanneer krijgen wij een keer een rol van u? Ja, oké. Okay. Dus er is altijd wel, het is nooit zo expliciet natuurlijk, maar je wordt toch wel gewaar van, vroeg of laat is toch wel een beetje push van, wanneer kunnen we een keer wat werk krijgen? Ja, en anders mogen de volgende keer niet meer komen dan. Voilà. Ja.
Maar goed, er zijn genoeg andere recruiters die dat doen, dus je kunt eigenlijk wel elke week op. Er zit nog iets, dit model is niet perfect daar, oké. Okay. Dat is misschien wel een antwoord ook wel een beetje op de volgende vraag, denk ik. Maar je zit als CTO, ja, je zit eigenlijk op een positie in je bedrijf. Je gaat heel weinig of niet meer kunnen groeien binnen je bedrijf. Hè. Je kunt niet een trap verder op de ladder. Maar ik denk wel dat je toch wel wilt wat blijven groeien. Dat is toch mijn motivatie altijd, van ik wil nieuwe dingen leren. Ik wil zelf vollediger worden als professional. Hoe pak jij dat aan, buiten dan die events? Eén ervan is die events. Ik ga geluisterd naar andere CTO's. Ik denk het grote voordeel van op een aantal van die events zijn, is dat je ook een soort van support netwerk creëert van andere CEO's en CTO's, waar je mee kunt gaan babbelen van, hey, ik heb nu dit probleem. Om een idee te geven, toen dat we met de Zoomie een bedrijf in Duitsland overnamen, je krijgt daar een aantal mensen bij plots, die in Duitsland zitten, waar de arbeidswetgeving toch licht anders is en iets strikter dan in Engeland. Maar ik zat een paar weken ervoor op een van die CTO-diners te babbelen met een CTO die hetzelfde probleem had, die daar doorgegaan was 6 maanden ervoor. Dus gepakt een telefoon op, ga, hey Ben, dat is hier aan de hand, waar moet ik op letten, wat zijn de pitfalls? En op die manier creëer je wel een netwerk waar je nog kunt blijven groeien door gewoon tegen elkaar te babbelen. Hey, ik ga door dit probleem, hoe doen we dat? Dat is één manier. De tweede manier die ik graag doe, is giving back. Ik zoek jongeren, well, niet per se jongeren, maar first-time CTO's of CTO's in kleinere bedrijven, waar ik, het zij als adviseur, het zij als boardmember, het zij als standalone coach voor hen, iets van mijn tijd probeer terug te geven. Al dan niet betaald. Het gaat hem niet over de vergoeding, het gaat hem puur over, kan ik iets teruggeven voor u? Wat kun jij leren van mij? Ik ben daar doorgegaan, ik heb die journey gedaan. En tegelijkertijd, wat voor coole dingen doe jij in uw startup die ik misschien al niet meer zie, omdat ik ondertussen bezig ben met strategie zetten voor 80 man? En op die manier kunnen we wel blijven groeien en krijg je toch nieuwe ideeën en krijg je toch nieuwe input. En de rest is vooral veel lezen. Ik lees enorm veel boeken over van alles en nog wat. Gegaande van, om je idee te geven, dit ligt momenteel op mijn bureau, letterlijk naast mij. Ik weet niet of je dat kunt zien. Maar ja, building a story. Wat eigenlijk marketing. Hoe verkoop ik mijn product beter? Dit is Accelerate. Dat is een meer. Hoe meten uw engineering organisatie? Wat zijn goede metrics? Er zitten daar ook boeken over Scrum en Agile en teamstructuur en de 5 dysfunctions of a team. En alles dat min of meer ergens vroeg of laat wel een van de hippe businessboeken was, probeer ik toch, als ik hem niet helemaal lees, toch op zijn minst ergens de samenvatting van te lezen en te begrijpen van oké, het zit daar of dat wil ook wel dieper op ingaan. Kruip tijd in. Maar goed, je gaat niet beter worden door alleen maar je job te doen. Je moet ergens wel in investeren. Ja, je gaat ook niet beter worden in je job door alleen maar boeken te lezen, denk ik. Nee, je moet het natuurlijk ook wel doen. Maar ik denk, voor mij het grote verschil is, of het grote voordeel is, door die community en die groep mensen die ik ken, wordt er heel erg van, ik kan dat aan het lezen en dat was goed. En omdat ik weet dat die mensen allemaal min of meer met mijn problemen omgaan, is er een grote kans dat het boek ook interessant is voor mij. Ja. Ik kan mij voorstellen dat de CTO van pakweg Bank of England heel andere dingen leest dan wat ik lees. Of toch heel andere topics gaat opzoeken dan dat ik probeer op te zoeken. En ik denk dat is het belang voor mijn netwerk. Het gaat hem natuurlijk wel om, kan ik mee overweg en zeggen, een toffe P om mee uit te gaan. En weet je, gaan we samen op café. Dat is ook belangrijk. Maar het gaat hem ook wel een deel om, heb jij problemen waar dat we ongeveer hetzelfde zitten? Ik denk dat dat voor iedereen zo is. Hè? Een netwerk is om die soort dingen eens een keer te kunnen aftoetsen. Hè? Voilà. Het enige waar ik dat niet weet, is in het netwerk van... De netwerk-events waar dat je zo de ene sales met de andere zo ziet praten. Zo. Die proberen gewoon elkaar te verkopen. Maar... Ja, en dan, dat zijn de events waar ik al lang niet meer naartoe gaan. Ik heb geen zin om 20 vendors naast mij te krijgen die me allemaal zeggen dat hun oplossing de allerbeste is. Ik wil andere CTO's ontmoeten. Ik wil andere mensen, of VP engineering, ik wil andere engineering managers zien. Ik wil mensen zien die ermee bezig zijn.
En als ik sales nodig heb, dan heb ik teamleads waar ik kan gaan van, kijk, om een idee te geven, we zijn momenteel aan het overwegen of dat we Datadog zouden binnenbrengen in ons bedrijf als een monitoring solution. En platform lead, hey, dat is de salesmens van Datadog, dat is mijn platform lead. Jullie zoeken het uit, zet mij de rekening. Oké. En dan ga je er zelfs niet meer naar kijken. Dan ga je... Ik zal vroeg of laat wel de samenvatting krijgen van mijn platform lead over hey, dat was goed, dat was niet goed. En mijn rol is niet meer daar zijn en de beslissing nemen. Terug naar die context. Ja. Mijn rol is de context zetten en de juiste vragen als hebben als ze terugkomen. Zij zijn vol enthousiasme. Oh, dat zag er goed uit en dat was geweldig en we kunnen al die dingen doen. Oké, hebben we dat nodig? Hoe gaan we dat doen? Waarom is dat een goed idee? En zolang dat zij mij het antwoord kunnen geven, heb ik er geen probleem mee. Want ik weet dat ze op diezelfde context zitten. En ja, met mijn rol verandert van, krijg ik de juiste informatie van hen, kan ik de juiste vragen stellen? Oké, comfortable, go ahead, jullie doen het. Oké, mooi. Dat is ook een mooie manier om te delegeren. Hè? Een mooie vuistregel om te kunnen delegeren en verantwoordelijkheid af te geven, denk ik. Ja? Voilà. In een ideale wereld maak ik geen beslissing. Niet omdat ik er geen wil maken, maar omdat mijn team volledig door heeft wat moet gebeuren. En ik stel dus juist de vragen en ik zal een challenge als ze terugkomen. Ja, we gaan dat zo doen. Dus van oké, waarom? Wat is het voordeel? Hoe gaan we daarmee om? Met de gedachte aan ons 5-jaar plan, met de gedachte aan de kost om dat te onderhouden. Maar als ze er antwoorden op hebben, fine, go ahead. Fantastisch. Heel mooi. Bedankt, Klaas. Ik heb al veel bijgeleerd. Ik hoop dat de mensen die kijken en luisteren dat ook doen. Misschien om af te ronden, wat zijn de plannen voor de komende paar maanden en jaren? Heb je nog wilde ideeën? Ik vermoed toch nog een tijdje bij CloudCall blijven. Ja. En toch die transformatie doorzien. Ik denk, een van de stappen die voor mij ook wel interessant was van Azumi is uiteindelijk een bedrijf, ongeveer 10 miljoen in revenue, ongeveer 100 mensen, pakweg 20 in IT en dan heel veel andere functies. Maar op zich nog altijd een privébedrijf. Een bedrijf dat niet op de publieke markt was. CloudCall is een publiek bedrijf. Wij zijn genoteerd op de AIM, wat de exchange voor kleine bedrijven is hier. Revenue-wise zijn we niet veel groter dan Azumi. Wij zitten ongeveer 15 miljoen pond per jaar. Groeitraject wel, sterk groeitraject. Kan niet veel zeggen, want we zijn een beursgenoteerd bedrijf, dus kan niet veel op de... maar sterk groeitraject, sterke turnaround, nieuw management team, heel veel positieve vibes daar rond. En die stap van privébedrijf naar beursgenoteerd bedrijf is interessant en wil ik toch wel een aantal jaar onder mijn riem hebben voordat ik iets nieuws ga gaan doen. En ik weet niet wat iets nieuws gaat zijn, dan zien we binnen een paar jaar wel weer. Ik weet ook niet of dat binnen een paar jaar iets nieuws nog in Londen of nog in Engeland of ergens anders is. Maar opnieuw, nog een paar jaar CloudCall, transformatie doorgaan en dan zien we wel weer. En dan terug naar Gent. Zeg nooit nooit, maar de kans is klein. Oké, ik zal de mensen in Gent laten weten. Ja, als de mensen in Gent allemaal anders spreken, is het een ander verhaal. Maar ik word toch gewaar, ik merk het zelf aan. Mijn Nederlands is toch af en toe denken van, wat is dat woord nu weer? Ja, dat zie je wel. Maar goed, ik heb al mensen gesproken die dat al een hele tijd in het buitenland zitten, waar ik ook het accent al heel hard hoort. En dat heb ik thuis bij u wel veel minder. Valt goed mee. Oké, Klaas, we zullen afronden. Bedankt voor uw tijd. Ik vond het heel interessant. En ik hoop dat de mensen die geluisterd en gekeken hebben, dat ook vonden. Hè. En cool. Ik hoop dat het geen 10 jaar duurt voor alle kano's een keer zien dan. Nee. En als je de grote tour in Londen wilt, als we terug mogen reizen, kom maar af. Hè. Ik kom af, als ik door een Brexit geraak, want dan moet ik naar binnen geraken. Dan. Deal. Ja, oké, bedankt. Cool, ciao. Zo, ik hoop dat je inspiratie hebt opgedaan die je kan toepassen in je eigen job. Eén tip van Klaas was om met andere CTO's te praten. Als je dat wil doen, schrijf je dan zeker eens in voor het CTO Mastermind. Alle informatie erover vind je op softwarecaptains.be. Tot de volgende keer.